bij deze nieuwe video. Vandaag een soort van uitdaging, challenge. Ik ga me vandaag opmaken met alleen maar make-up met een roze verpakking. Dus de make-up op zich hoeft niet per se roze te zijn als de verpakking maar roze is. En het is echt een uitdaging, want roze verpakkingen zijn er niet per se heel veel. En ik heb ook helemaal geen make-up klaargelegd of zo. De meeste YouTubers die zorgen er dan voor dat ze voor elke stap een make-upje hebben met een roze verpakking. Ik niet, want ik ben een amateur. I'm just gonna wing it. Ik weet helemaal niet wat ik heb en wat ik niet heb. Daar kom ik gewoon achter terwijl ik me aan het opmaken ben. Het enige wat ik heb klaargelegd is het oogschaduwpaletje, want die is nieuw en die wilde ik dus graag gebruiken. Ik was aan het twijfelen tussen een duur en een betaalbaar oogschaduwpalet, maar ik ben toch gegaan voor de meest betaalbare, want dat is altijd leuk, want dat kan dan gewoon altijd iedereen betalen. En zoals ik al zei, de make-up hoeft niet per se roze, maar toevallig is dat oogschaduwpaletje wel roze, dus het wordt vandaag ook een roze ooglook. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik ga gewoon weer voor een full glam face, dus ja, we will see. Weet jij nou nog andere leuke challenges? Let me know beneden in de comments en dan ga ik die misschien ook wel doen, want ik vind dat altijd super leuk om allemaal te doen. En vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Ga ik eerst beginnen met mijn ogen of met mijn gezicht? Ik denk dat ik voor de verandering gewoon een keer begin met mijn gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. En ik heb er eentje met een roze verpakking. De By Kelsha Gold Elixir Primer. Deze vind ik echt super fijn. Is zeker een aanrader. En deze breng ik gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Ik ga ook vanavond uit eten en naar de film. Ik ga naar Frozen 2. Dus ik hoop dat de make-up er wel een beetje goed uit gaat zien. Want ja, het moet er nog de hele dag op blijven zitten. Dan foundation. Een foundation vinden met een roze verpakking was niet makkelijk. Maar ik heb hier de Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 4. En de dop is een beetje soort van rozig. Ik vind dat dit wel als roze telt. En die breng ik aan met mijn roze beauty blender. Dat is niet expres gedaan, dat is gewoon die ik altijd gebruik. Ik ben dus nou, terwijl ik dit aanbreng, aan het denken of ik een roze concealer heb of niet. Ik heb dus nog helemaal niet gekeken. Dus ja, ik hoop het wel, want ik kan echt niet zonder concealer verder gaan. Nou, dit zijn alle concealers die ik altijd gebruik. Ik heb een aantal, toch wel, gelukkig. Ik heb van Benefit de concealer, die is roze. Ik heb de Hema B concealer, die is ook roze. Ik heb de Revolution concealers, die zijn ook wel roze, maar wel iets minder. Dus dan ga ik toch voor een van deze. Ik ga voor de Benefit concealer in de kleur 5. Ik wil ook mijn gezicht cream contouren, dus ik ga even op zoek naar een roze. Ik hoop dat ik die heb. Ja, ik heb hier de Revolution Concealer. Die is ook een beetje roze. En ik heb hem in de kleur C14 en daarmee ga ik contouren. Deze gebruik ik heel vaak om mee te contouren. Ik begin eerst met het blenden van mijn cream contour met mijn Sarah Marie Cosmetics contourpast. Dan ga ik poeder aanbrengen. Ik ga baken met mijn Jeffree Star poeder. Die is ook roze. Zoals je kunt zien, heel donkerroze. Godzijdank heb ik deze poeder, want dit is de enige in die kleur. Anders had ik gewoon niet kunnen poederen en dat zou echt een fiasco zijn geweest. Oh, die poeder komt altijd helemaal zo in mijn neus. Oh mijn god, ik doe ook nog altijd poedercontouren voor mijn neus en zo. Maar al mijn contourdingen zijn gewoon helemaal zwart. Ik heb niks roze. Oké, hoe ga ik dit oplossen, jongens? Ik ga gewoon even op zoek naar een oogschaduwpalet met een beetje een contourkleur. Oké, ik heb hier de Nudie Patootie palet van Laura Lee Los Angeles. En die heeft een beetje een contourkleur. Deze, een beetje bruin licht. Die heet Reveal. En die ga ik gebruiken om even te contouren. Ik moet een beetje creatief zijn. Hopelijk is die een beetje oké. Ja, godzijdank. Het enige wat ik echt heel veel heb in die kleur zijn oogschaduwpaletjes. Ik heb er echt heel veel in het roze. Dus dat is wel chill. Maar ik ga niet dit paletje gebruiken. Ik ga een ander paletje gebruiken. Oké, ik heb iets te veel aangebracht. Normaal ga ik ook nou in met een pressed poeder. Maar die zijn allemaal wit en zwart en zo. Dus ik ga weer gewoon in met deze losse poeder. Dan breng ik die gewoon nog een beetje zo aan bij mijn neuscontour. Want dat gebruik ik altijd om mijn contour iets minder heftig te maken. En dat kan nou dus niet.
Dus dan maar met het losse poeder, whatever. Het is niet echt ideaal, maar oké. En normaal ga ik dan nou in met MAC Fix Plus, maar zoals je kunt zien, die is niet roze. Ik ga even gewoon een andere fixing spray gebruiken, denk ik. Hopelijk heb ik die wel in het roze. Ik heb hier de Max & More Long Lasting Makeup Fixing Spray van de Action. Die is dus een beetje roze. Ik moest een beetje een spray hebben die een beetje waterig is, net als MAC Fix Plus. En dat is die wel. Dus deze ga ik gebruiken. Ik vind, by the way, de fixing sprays van Max & More fijn. Alle drie. Ik heb ze alle drie en ik vind ze echt top. Dat raam achter mij is zo irritant zonder een gordijn. Ik moet echt even een gordijn of zo halen, want kijk heel dit licht hier. Dan ga ik nou even snel beginnen aan de ogen. Ik gebruik van iHeart Revolution de Chocolate Cherry Oogschaduw Paletje. Deze heb ik al eventjes, maar ik kwam er niet aan toe om te gebruiken. En niet alleen de verpakking is roze, maar ook de kleurtjes. Dus ik ben benieuwd hiernaar. Even openmaken. Dit is dan de verpakking roze met rood. En dit zijn dan de kleurtjes. Een beetje roze, maar ook wel best wel veel donkere kleuren. Het is niet een heel fel of heel licht paletje. Best wel veel donkere kleurtjes, maar ook roze en zo. Dus ja, ik ga even dit paletje gebruiken om een look te creëren. En zoals altijd ga ik weer beginnen met het primen van mijn ogen. En ik heb ook een roze van P. Louise. En dit is in de kleur Winter Rose. Dit is dus echt gewoon een pastelroze kleur. Die ga ik gebruiken en dan ga ik het ook een beetje zo smoky maken, want ik ga een beetje voor een roze smoky-achtige look. Mensen, jullie moeten echt alle P. Louise oogschaduw verruimers halen. Ze zijn echt top en ze blenden ook gewoon goed mee. Kijk, het is gewoon alsof ik nou oogschaduw op heb. Echt top. Je kunt ze gewoon bestellen op hun site, want het is vanuit Engeland, dus je betaalt geen invoer of niks. Gewoon, je betaalt alleen een verzending, die is 10 euro en that's it. En ik heb er echt best wel veel. Ik heb hier in 4 felle kleuren en ik heb hier in een witte kleur. En dit is mijn normale kleur die ik gebruik wanneer ik gewoon normaal prime. Dit is de kleur 1, dus I really love them. Ik begin met een beetje donkere roze kleur, die heet Maraschino. En die breng ik aan zo in mijn arcaarboog. Zo, lekker roze. Die kleur ga ik ook met een kleine penseelkwast op mijn onderste wimperrand aanbrengen. Dan pak ik deze glanzende kleur, die heet Cute. Dit is een beetje een aparte kleur. Het is niet echt roze, ook niet echt bruin. Dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur, die heet Blossom. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. Oh, die is een beetje paarsachtig. En ook een beetje onder mijn wenkbrauwen. Nou, er is helemaal geen fallout, letterlijk niks. Vind ik echt geweldig. Ik vind de matte kleur ook heel erg mooi. Goed gepigmenteerd, blenden goed mee. Ik vind de glanzende kleur wel echt iets minder. Ze swatchte al niet heel fijn en de glans is ook niet echt je van het. Niet echt heel heftig, maar voor de prijs, whatever, oké palet. Dan pak ik weer die primer van net en die ga ik aanbrengen op mijn binnenste waterlijn. Ik wilde een nude oogpotseloodje doen, maar die zijn niet roze. Die hebben geen roze verpakkingen. Dus ik ga gewoon deze gebruiken. En ik heb mensen dit zien doen, dus ja, dat moet op zich kunnen. Als kwastje gebruik ik mijn NYX kwast. Dit is een hele dunne eyeliner kwast. Dit is de kwast 11, staat erop. Als mascara ga ik er twee gebruiken. Ik ga beginnen met mijn Too Faced Better Than Sex mascara voor de bovenste wimpers. Dan lijkt het mij wel leuk om voor de onderste wimpers een roze mascara te gebruiken. Ik heb van de Action van Miki de Smiles mascara in zo'n roze kleur. Dus die ga ik even proberen. Misschien is het wel helemaal niks, maar ik ga het gewoon proberen. Oké, nee, er komt echt bijna niks vanaf. Ik ga weer gewoon in met mijn mascara van net. Ik wil ook nog een wing aanbrengen. Dat ben ik net vergeten. Normaal doe ik dat voordat ik begin met de mascara. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Eyeliner Pen. En deze heeft ook een roze-achtige verpakking. Mensen, ik zit even zo schuin, want er komt daar heel ter zon en dan zie ik niks. Dan nep wimpers ook weer met een roze verpakking. Stijl 730 van Baby Doll Wimpers. Te koop bij de Pri. Ik ga die even opdoen, ben ik zo terug. Oké, ik ben helemaal klaar met de ogen. Echt, ik hou van deze wimpers zo extreem. But I love it. Dan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen, maar ik heb geen roze bronzer. Mensen, ik heb iets gevonden. Ik heb van Benefit de Cheek Leaders Palette. Die is dus helemaal roze. En hierin zit de Hoola bronzer, superleuk. Kijk hier, met mijn naam. Ik had het gehad in PR. Godzijdank, nou kan ik gewoon bronzen. Dan blush. Ik heb hier de Body Blush van Physicians Formula. Physicians Formula. In de kleur Nude Silk. Dit is echt een fel roze blush.
Zo lekker roze. Nou, ik ging vandaag dus voor een video waarin ik alleen maar verpakkingen gebruik die roze zijn. Maar ik ben er nou echt achter gekomen dat vaak als de verpakking die kleur is, dan is de inhoud ook die kleur. Dus ja, de hele look is nou gewoon lekker roze. Als highlighter gebruik ik van I Heart Revolution de Fruity Highlighter in de kleur Banana. Deze is zo fijn, zo goedkoop en hij is echt zo mooi. Ik raad die echt iedereen aan. Ik gebruik hem echt vaak. En ik mix dan gewoon geel en die andere kleur gewoon zo samen. Als lippotlood gebruik ik van Max & More hun Shaping Lippotlood in de kleur 302. Deze zijn nieuw bij de Action. Deze lippotloodjes, jongens, ze zijn er in 4 kleuren. Ik heb ze alle 4 geweldig. Je kunt ze gewoon zo omhoog draaien. Je hoeft ze niet helemaal aan te slijpen en zo. Deze zijn zo goedkoop en zijn het zo waard. Dus ga naar de Action en haal ze gewoon echt allemaal. Ze zijn echt geweldig. Ik ga even hiermee mijn lippen doen. Dan ga ik mijn lippen inkleuren met mijn Maybelline Matte Liquid Lipstick. Dit is de Matte Ink in de kleur 5. En daar ga ik overheen met de Technique Lip Gloss. Dit is in de kleur Blush. Die is glitterig en heel fel roze. En ik heb die net nieuw. En dan als laatste setting spray, zodat mijn make-up er lang en goed op blijft zitten. En ik heb een volledig roze. Dit is de Morphe X Jeffree Star Setting Mist. En dan is de look helemaal klaar. Ik ben blij dat het echt goed is gelukt. Nou mensen, ik ben gewoon helemaal vergeten om mijn outro te filmen. Oh my god. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik heb heel goed mijn best gedaan om de look zo mooi mogelijk te maken als kan. Met make-up, met alleen maar een roze verpakking. En ik ben heel blij dat het gewoon is gelukt. Want ik was oprecht echt bang dat het niet zou lukken. Laat me weten wat je vond van de look beneden in de comments. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.